Ik ben als eigen krachtcoördinator gebeld, omdat er een buurtconflict was die dusdanig ernstig was dat ze zich zorgen maakten over de welzijn van de mensen die daar dus op dat pleintje woonden en eromheen. En ja, mensen waren zo boos op elkaar dat ze echt dachten van nou, er gaat bloed vloeien. Het gaat in ieder geval niet goed. Er waren al meerdere aangiftes geweest. Een meneer had een straatverbod. Het ging niet goed. En de politie, de gemeente konden ook niks meer. Geregeld politie. Er was geregeld conflicten op straat. Schreeuwen. Dreigingen. Het is een gezellige buurt. Alleen het laatste jaar heb ik de buurt zien veranderen. Zeg maar van net de buurt naar bijna, noem het al wel eens vogelaarbuurt. Met mijn regiomanager zijn we daar naartoe geweest om te kijken of het wat was voor eigenkracht. En wij dachten dus van wel. Dus we hadden al heel veel informatie. En daaruit zijn ook namen gekomen van de direct betrokkenen vanuit de politie. Die hebben wij gekregen en zo kon ik de mensen benaderen. Wat ik aantrof was een buurt met mensen die niet met elkaar spraken. Waar voorheen het redelijk gezellig was, had ik begrepen. Je moet denken, een soort hofje met een speeltuintje. En dat speeltuintje dat ligt centraal. En alle voorkant van de huizen, alle luiken waren dicht. De mensen gingen via de achtertuin naar buiten. En het was eigenlijk heel stil aan de voorkant. Omdat mensen elkaar niet wilden spreken. Ze waren heel boos op elkaar. En de buurt vond dat de politie en de gemeente het zou moeten oplossen. En ik ben met alle individuen ben ik in gesprek gegaan. Annemarie die kwam een avond aan de deur, ik denk een week of vijf terug. Met een flyer voor eigen kracht. En ik heb ook gezegd hoe dat dan gaat. Dus dat je in een kring zit, ik heb goed uitgelegd waar ze in terechtkomen. Of ik mee zou willen doen. Ja, ik zei meteen ja. Dat zij door de gemeente erbij was gehaald om ja, te kijken naar een oplossing. En van daaruit te werken dat het weer rustig wordt. Want ja, je kan wel zeggen van ik doe mijn deur dicht en de gordijnen dicht. En ik heb er niks mee te maken. Maar je woont niet alleen. Het is een sociale omgeving. Druppel is denk ik de echtscheiding van een stel geweest die op dat pleintje woonde. En die meneer is toen aan de overkant gaan wonen, tijdelijk bij andere mensen. En daardoor is er een soort extreme tweedeling gekomen in die buurt. De ex van mijn moeder was via de rechter, was hij de deur uitgezet. En toen is hij naar de buren gegaan aan de overkant op het pleintje. En van daaruit werd mijn moeder geprovoceerd, ging ze voor het raam staan en dan ging ze van die rare dingen doen en uitdagen. Als mijn moeder over straat liep, scholden ze mijn moeder uit. En ja, op een gegeven moment werd er nog een gezin bij betrokken. Ja, opruien. En als je daar gevoelig voor bent en je kan niet objectief zijn, ja, dat kan niet een bepaald slag mensen daarin meekrijgen. Toen kwam mijn opa erbij, want die woont ook op de hoek. En mijn tante, en die werd er toen ook bij betrokken. Ja, en zo werd het steeds meer, werd het eigenlijk steeds groter, het conflict. Kleine pesterijtjes, maar ook vechtpartijen. Over en weer, ik denk dat mijn moeder wel meer aangifte heeft gedaan. Ik heb zelf ook aangifte gedaan, van ik ben ook zelf met de dood bedreigd. Ja, dat heeft toch wel een impact. Want het is geen pretje als om de haverklap de politie bij je aan de in de straat is. Tot een bepaalde hoogte kun je dingen nemen, maar op een gegeven moment zit het bij jou ook de bom. Gewoon dan zit het ook tot hier al en dan ga je ook terugslaan. Dit is zo'n situatie, hè? Het is een speelplaatsje met huizen eromheen. Op dat speelplaatsje maakten ze steeds ruzie en hadden ze vechtpartijen. Het ging gewoon niet goed. En op de keren dat de politie dan komt met sirenes aan, dat schrikken kinderen gewoon heel erg van. Dus al die luiken dicht, de mensen hadden gewoon rolluiken voor hun ramen. En leefden van de achterkant, die gingen gewoon via de achterdeur naar rond. Waarom ik twijfelde? Ja, of het iets zou opleveren. Ja, geen verwachting. Ja, hopen dat het helpt. Mijn interesse was meer toch wel grote drijfkracht dat ik toch ben gegaan.
En ik ben wel blij dat ik gegaan ben. Meestal als je toch iets gaat zeggen van het gaat zo en zo, gaat het toch weer altijd anders. Ik was geïnteresseerd van hoe de buurtmensen met elkaar zouden omgaan de avond, hoe dat zou verhouden. Tijdens de conferentie was er in het begin, toen iedereen binnenkwam, heel veel spanning. De mensen zijn ook apart naar boven gehaald. We zouden eerst nog in een buurthuis de conferentie houden. En toen had een van die mensen een bedreiging geuit. Van, dan kom ik daar wel naartoe. En de politie had het dus serieus genomen. Ze zei van, ja, sorry. Ik zei, dan misschien in het politiebureau. Nou, dat is goed. Ze hebben in het politiebureau afgesproken. Alleen dan met mensen binnen en naar buiten laten is daar moeilijk. Want dan moet altijd iemand meelopen. Dus het was nog best wel spannend om iedereen naar binnen te halen. Dat je niet die twee groepen in één ruimte zou hebben. Omdat ze dan misschien op de vuist zouden kunnen gaan. Dus zo'n spanning was er. We gingen zitten en eerst was het natuurlijk een beetje spanning. Want ja, het was een beetje stil. En mensen bijvoorbeeld, als iemand wat vertelt, wilden bepaalde mensen er meteen op ageren. En ja, maar op een gegeven moment zie je toch dat het beter gaat lopen. En het uiteindelijke doel was toch dat iedereen een beetje met elkaar aan het praten was van wat zij ervan vonden. En wat er moest gebeuren om het te stoppen. En dan heb ik een script en dan stel ik vragen aan iedereen. En we hebben een soort stok die rondgaat. Dat hebben we de praatstok. In dit geval was het een stift. En die ging dan rond. En de persoon die de stift in de hand heeft, die mag praten. En de rest moet wachten tot hij de stift heeft. Nee, als jij de stok hebt, dat heeft enorm geholpen. Het was best wel moeilijk. En dan heel langzaam zakt de heftigheid. Omdat er ook andere dingen gezegd worden. Dus dan de reactie wordt echt anders. Het was niet zomaar iets. Ik dacht eerst van gewoon, daar heb je die stok. Maar het heeft toch wel een bepaald effect. Naarmate de avond vorderde en iedereen had dus zijn verhaal gedaan, gezegd wat het heeft gedaan en hoe die erin staat, zag je de emotie echt zakken. En mensen werden wat gematigder. Sommigen hebben een excuus aangeboden. Het was trouwens ook heel mooi dat iemand gewoon uit het niets gewoon zijn excuus aanbood van ik vind heel erg dat het zo is gelopen, sorry. En dat is dan ook ontvangen. Weet je, dus het was, ja, op enig moment slaat het gewoon om. En dan kan je verder met de rest van oké, hoe dan wel? Ja, ik vond het wel goed. Je zag wel dat iedereen naar elkaar toe groeide. Ja, dat is misschien een groot woord, maar naartoe kwamen van, ja, dat iedereen toch wel wou dat er een oplossing kwam en dat er rust in de tent kwam. Ik denk dat de mensen zelf ook door zo'n conferentie ook geschrokken zijn. Want ik heb ook tijdens de conferentie gemerkt dat mensen samen naar buiten gingen. Die toch wel eerst wel die haat en nijd nog hadden voor de conferentie. Maar geloof wel, sommige mensen sigaretten en koffie samen zijn gaan drinken. Oh, en ook samen hebben meegereden, dus dat vond ik toch wel, vond ik ook wel prettig om te zien. De rol van Annemarie was eigenlijk gewoon van in het begin van ze legde uit van hoe het werkte, wat er ging gebeuren en ja, wat de bedoeling was. En van daaruit kwam het eigenlijk een beetje van de mensen zelf gewoon. Dus ze gingen eigenlijk eigen krachten een stapje naar achter en die lieten echt de buurtbewoners lieten ze het woord. Als ik terugkijk op de bijeenkomst die er is geweest, denk ik dat het heel goed is geweest. Ik denk niet dat mensen nu al bij elkaar op de koffie zitten of zo, maar het heftige is eraf. De politie hoeft zich niet heel erg zorgen te maken dat de een de ander de hersenen inslaat. Dat is dan niet meer aan de orde. En er is meer bespreekbaar. Dus de openbare orde kwestie die het was, dat is niet meer. En de politie en de gemeente, want beide zijn ze ook bij de bijeenkomst aanwezig geweest. Die kunnen de mensen ook anders toespreken van, hey, dit hebben we gedaan. Ik denk dat de rust wel een beetje terug is gekeerd. Natuurlijk, er gebeurt nog wel eens wat, maar een stuk minder. We moesten zelf met een plan komen, dus zelf ideeën aandragen. Dat zou eigen kracht niet doen. En ik denk dat als mensen zelf met hun eigen ideeën komen, dat je een veel beter effect hebt. Er zijn afspraken gemaakt dat je respect voor elkaar hebt. Bijvoorbeeld, je hoeft niet bij elkaar de deur plat te lopen, maar dat je gewoon zegt goedemorgen, goedenavond. En ja, dat het gewoon rustig is en dat er niemand elkaar meer uitlokt. En ik denk ook dat mensen elkaar gewoon niet kennen. Dus ik heb gewoon geopperd van, ze
potverdomme een bezem pakken en het pleintje waar we met z'n allen op wonen, onze kinderen, mijn kind dan niet meer, het pleintje gaan schoonvegen. Er zijn bepaalde dingen op papier gezet en daar zou iedereen zich aan houden en daar is een handtekening onder gezet. En het mooiste vond ik dat de afspraak is gemaakt tussen twee mannen die daar dus wonen. Alle twee van een andere kamp, dus de ene was bij de familie en de andere was bij de buren. Dat ze af hebben gesproken dat als er iets gebeurt, wat maar lijkt op wat er voorafgaande zich afspeelde, dus qua conflict, qua uitschelden of wat dan ook, dat ze dan met elkaar in gesprek zouden gaan. In plaats van het laten escaleren. Dan zou ik gewoon contact opnemen met een van de waar wij het conflict mee hadden. Of hebben. Maar als er wat gebeurt, dan zou ik hem bellen en van de andere kant zou hij mij bellen. En van daaruit dan een oplossing kijken. Het mooiste is denk ik van coördinator zijn, is het vertrouwen hebben en geven dat mensen prima hun eigen dingen kunnen oplossen. En daar hoeft niemand met zijn vingertje bij te staan. Dit is hoe het moet. En, want wat voor mij werkt, werkt voor jou niet en andersom. Weet je, mijn buren doen dingen anders dan ik. De rode draad voor mij is dat ik zie iedere keer weer dat mensen enorm worstelen met wat er is. En op het moment dat ze eruit komen, zie je ze helemaal opgelucht. Van, oh wauw, nu kan ik weer verder of nu kunnen we weer verder. Ook in een grote stad is dat zeker haalbaar. Ik denk dat je eigenlijk het voor alle problemen kan toepassen. Want de mensen die direct betrokken zijn bij het probleem, die gaan bedenken hoe wel. Om die lading eruit te gooien. Natuurlijk zijn mensen heel stoer en zeggen dit en ze zeggen dat. Maar ze gaan er zelf ook onder gebukt. Wat ik een andere zou zeggen was om mee te doen. Ik zou zeggen, ja, waarom niet? Want je hebt niks te verliezen, je kan eigenlijk maar winnen. Het is eigenlijk voor iedereen. Ja, als ik nu kijk wat voor situaties ik heb gehad met buurtconflicten, extreme ruzies binnen een familie of hele moeilijke situaties. Dan denk ik, ja. En het mooie is de eerste conferentie die ik heb gedaan, de eerste bijeenkomst. Deze mevrouw zei, wauw, het is een nieuw begin. En daar heb ik het. En elke keer zie ik weer dat mensen zo omslaan en het anders aanpakken. En dus is het een soort nieuwe start.